op hier, Eekje de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van GTA 5. Your boy TouchTuber is back in the game. Letterlijk en figuurlijk. En we gaan weer verder, man. Zullen we gewoon eens even proberen minimaal de 3000 likes op deze video te halen? Dan zouden jullie me super blij maken. Dus doe even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. De vorige aflevering hebben wij lekker zitten schiemen op een diamantenwinkel. Dus een winkel waar ze sieraden, diamanten en al dat soort dingen kopen. Die willen wij namelijk gaan overvallen. En de vorige aflevering hebben we daar foto's voor gemaakt. Zijn we daarvoor op een heel hoog dak geklommen. Hebben we ongelooflijk veel moeite gedaan. En ben ik dood gegaan op de meest stomzinnige manier aan het einde van de aflevering. Ik ben dus net offscreen een beetje bezig geweest om weer verder te gaan. Tot op het punt waar ik de vorige aflevering dood ging. En daar gaan we nu eigenlijk gewoon op verder. We zijn dus nu weer in onze auto. Dat is hartstikke mooi. We gaan dus nu naar het gele puntje toe. Linksonder op de radar. En we gaan verder met de missie, man. Het is dus de bedoeling dat wij uiteindelijk een overval gaan plegen. En ik ben daar toch wel een soort van zenuwachtig over, to be honest. Want ja, het lijkt me vrij vanzelfsprekend dat een overval niet zomaar iets is. Het is natuurlijk wel in een game, maar jongens en meisjes, GTA 5 kan zo nu en dan best nog wel heel erg realistisch zijn. Dus ik bereid mezelf alvast helemaal goed voor. Ik was even aan het kijken of hij wel aan het opnemen was. En let's get it, man. Ik heb er zin in. We gaan dus het gele lijntje volgen wat jullie linksonder op de radar zien. Ik weet niet hoe ver we nog moeten. Ik moet ongelooflijk goed uitkijken dat ik niet per ongeluk mijn auto keihard tegen een andere auto aancrash. Dat is namelijk wel typisch iets voor mij om elke keer weer mee te maken dat dat gebeurt. Of dat ik mensen overraai of dat ik de politie uitdaag. Je kent het allemaal wel, jongens. Het is je boy, YouTube. Jullie zijn niet anders van mij gewend. En let's go, man. We zijn bijna op de plek waar we moeten zijn. Het is nog een klein stukje. Als we nou proberen dat kleine stukje zonder crashes te kunnen doen, ben ik heel erg blij. Deze keer vind ik het niet mijn schuld, want hij reed tegen mij aan en niet andersom. Dat is hoe ik het vind. Dat is hoe ik het heb meegemaakt. Do not complain about it. Kom op. Oké, cool. Dus we gaan nu rechts, denk ik. Ja, oké. Oh nee, dit gaat niet goed, jongens en meisjes. Keren. Oh shit, ik rijd bijna die mensen aan. Dat gaat ook niet helemaal goed. We moeten hier zo zijn. Bij het huis van Lester. Nou, fantastisch. Hier stappen we uit en gaan we verder. Ik denk dat we nu mogen uitkiezen wie wij graag zouden willen gebruiken in onze overval. Dus in de overvalmissie. Ik zie wel een meisje binnen, but I do not have to see this. Er zijn twee manieren, jongens. We hebben een plan A en we hebben een plan B voor de overval. We kunnen ons dus, ja, best wel goed voorbereiden als je er zo over nadenkt. Hij is ons nu aan het uitleggen hoe we het willen gaan doen. En wij mogen kiezen of we voor plan A gaan of voor plan B. Plan B is slim en plan A is zeg maar pam pam pam. Het is gewoon heel snel, maar vooral heel erg luid. Dus de kans dat dan politie achter ons aankomt is relatief groot. Het is je boy de Dutchuber. Normaal gesproken in het echte leven zou ik denk ik voor slim gaan. Maar omdat ik dit toch wel episch wil houden, gaan we voor A. Gaan we voor A, jongens. We're going for loud. Kan dat? Gaan we voor smart of voor loud? Smart is wel het slimst, maar loud is het meest episch. Slim, episch, slim, episch, episch, of course. Nu mogen we kiezen wie we willen gebruiken voor het schieten, voor het autorijden en ik geloof voor het stelen. Dus we mogen nu eerst de driver kiezen. We mogen deze driver kiezen, die vraagt 14% van hetgene wat we stelen. Dus dat is 14% van bijvoorbeeld de miljoen die we kunnen stelen. Nemen we deze, die vraagt 8%, maar die is een stuk minder goed. Dan ga ik sowieso voor de beste man. Ik geef hem liever wat meer en dat hij heel goed is. Dan hebben we nu de gunman, de persoon die gaat schieten. We kunnen hem 14% geven of 7%. Als we hem 14% geven, is hij heel erg goed in schieten. Geven we hem 7%, is hij minder. Ik ga hem gewoon meer geven, jongens. Ik heb liever dat ik wat meer betaal, want dat de overval ook echt lukt. Dan dat ik ze heel weinig betaal, dat de overval helemaal misgaat. En dan hebben we Paige Harris, dat is degene die gaat hacken voor ons. We kunnen eentje kiezen die 10% krijgt, die is op zich best wel goed. Maar deze vrouw is beter, dus we kiezen die. Let's go. Dus in totaal nemen ze ongeveer 39%, dan krijgen wij de andere 61%, wat bijna verkeerd. Cool man, dit is ons plan. We gaan voor luid, we hebben de beste van de beste gekozen die ons gaan helpen. Goede hack, goede driver, goede gunman. Dus ik ben ready man. Cool, mission passed. Fantastisch. Ik ben helemaal blij, jongens en meisjes. Zullen wij even terug gaan naar ons huis? Kunnen we even saven? Kunnen we even het een en ander doen wat gedaan moet worden? Lijkt mij een vrij goed plan. Want dit is geloof ik de vorige keer crashte mijn game hier. Moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Hé, een kat. Oh, wat cute. Ik denk dat niet iedereen het leuk gaat vinden wat ik nu ga doen, jongens en meisjes. Doe in ieder geval like als je tegen dierenmishandeling bent. Want laat ik eerlijk zijn, dat ben ik ook. Ik ben echt een dierenvriend. Maar gelukkig is GTA 5 een spel, dus het spijt me. Oké, nou, dat was eigenlijk een beetje onnodig, jongens en meisjes. Maar in het echt ben ik een dierenvriend. Dat weet ik van mezelf. Ik hou echt van dieren. En ja, man. Oh, nee. Er komt iemand achter me aan die boos is. Ik denk dat de eigenaar van die kat is, of niet? Of ja. Oh, nee. Zo. Nou, die is in ieder geval overleden. Oh, nee. Rustig. Zo, cool. Oké. We gaan even naar ons huis doen, jongens. Gaan we even saven. Gaan we even het een en ander doen. En dan kunnen we daarna doorgaan naar een nieuwe missie. Hé, er zijn helemaal geen nieuwe missies. Huh? Zijn er nog helemaal geen nieuwe missies meer? Lijkt alsof er geen nieuwe missies meer zijn. Ik zie
Zie van alles, maar geen nieuwe missies. Cool, dan gaan we sowieso even. We moeten sowieso even naar ons huis. Dus doen we dat gewoon even lekker. Helemaal geen probleem. Onze overval is voorbereid. Dus we kunnen even lekker genieten van het leven in GTA 5. Kom eens hier, jij. 3, 2, 1. En boom. En boom. Nee, boom. En boom. Ik ben echt hartstikke slecht bezig, jongens en meisjes. Oh nee, politie. Ik wou eigenlijk wel die politieauto hebben. Waarom niet? Lijken jullie dat geen fantastisch idee? Snel. Snel. Ik wil een politieauto. Ik wil de. Snel. Politieauto. Snel. Oké, okay, ik heb een politieauto, jongens. Helemaal van. Ik ga wel dood, denk ik. Ik ga dit niet overleven. Politie schiet op mij. Of ga ik het wel overleven? Misschien ga ik het wel overleven. Maar dan ook echt op het nippertje gewoon. Ik ben echt zo'n iemand die dat altijd voor elkaar krijgt om het op het nippertje te overleven. Niet dat ik het echt dik overleef, maar gewoon echt op het nippertje. Oké, let's go. Daar gaan we, jongens. Ik kan misschien beter een motor pakken die daar was, maar. Fuck that shit. We're just gonna do it with some. Ik ben gewoon een oude. Jongens, ik draai gewoon een dag mee met de politie. Dit is gewoon de eer. Ik ga gewoon een dag meedraaien met de politie. In een politieauto. Als politie zijnde. Ook heb ik de politieauto eigenlijk wel gekaapt. Oké, okay, I want to have it. Snel, I want to have it. Heb ik de tijd om het te pakken? Snel. Snel, oh nee. Snel. Snel, oh ik ben dood. Ik wou eigenlijk die motor pakken, maar dat was misschien niet zo'n heel erg slim idee. Nevertheless, misschien spannen we nu in de buurt van ons huis. Kunnen we mooi even gaan saven. Even een andere outfit aan, want je weet toch. Ik vind het niet zo fijn om alleen maar in dezelfde outfit te lopen de hele dag. Dus let's go, man. Ik ben benieuwd waar we zijn. Hoe roep je een taxi op via de PC in GTA 5? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe ver is ons huis hier vandaan? Nou, niet zo heel ver. Gewoon even een klein autootje pakken dan maar. We hebben wel heel weinig geld trouwens, jongens. Dus geld is wel even een issue. Dat moeten we gaan fixen. Maar dat fixen we natuurlijk met die overval. Dus dat moet op zich goed komen. Even een beetje een mooie auto. Of zitten we in een beetje een arme wijk? Ik denk dat dit een beetje een skere wijk is ten opzichte van de andere wijken. Want ik zie hier niet echt dikke auto's. Ik vind deze dan wel mooi. Als ik toch eentje moet kiezen. Mooie blonde chick erin. But I'm so sorry. We're not gonna kiss. We're not gonna hang out. Ik ga je walkie chop en ik ga hier weg. Oké, let's go. Ik ben dus wel benieuwd wat de volgende missie is. Want we hebben nu niet echt een missie. Dus we kunnen op zich naar de stripclub. Wat eigenlijk best wel raar is als ik dat nu zomaar ga doen. Maar ik bedoel, het zou kunnen als we dat willen. Oeh, dat was wel een mooie auto daar. Maar nu even niet letten op mooie autoshop. Gewoon even snel van punt A naar punt B. Wat ook gewoon rustig met deze auto kan. Let's go. Ik moet nog wel een beetje dat besturen doorkrijgen allemaal. But we're doing this right now, jongens. We're doing this right now. Oké, even kijken. Ik denk dat we nu naar links moeten, if I'm right. Oh nee, jongens. Oh nee, jongens. Oké, fantastisch. Nou, daar gaan we. We gaan naar voren toe. Ik zie allemaal mooie auto's. En dat is echt een ongelofelijke klojo die dat veroorzaakte. Eigenlijk was ik degene die het veroorzaakte. Maar oké, ik moet het natuurlijk een beetje op een ander afschuiven. Zo nu en dan in GTA 5. Ja, nu is het weer niet mijn schuld. Knipoog. Oké, let's go. We zijn er bijna. Eigenlijk toch even een andere auto, jongens. Want als ik deze... Dan kan ik hem gelijk bij mijn huis neerzetten. Dit is ook een cabrio. Oh shit, hij is weg. Ja, dat was zonde om te doen. Iets anders misschien. Andermaal. Hey, meneer, bent u aan het bellen? Ik wil niet dat u belt. Ik wil niet dat u belt. Ik wil niet dat u. Oké. Okay. En jij, appakeetje. Zo, niemand belt in mijn bijzijn. Verdorie. Oh nee, brand deed me pijn. Alsjeblieft, niet doorrijden, niet doorrijden, niet doorrijden. Yes. This is my car. Ik heb één. Wat? Dat was zo raar. Het regende in GTA 5 en ik voelde letterlijk een beetje regen op mij. Ik weet niet hoe dit kan. Dit was pretty weird, man. Oké, maakt niet uit. Let's go. Let's go. We gaan naar ons huis. We gaan saven. Andere outfit aantrekken. En verder in ons mooie leven hier in GTA. Nee, maar ik ben echt benieuwd wat dus zeg maar de volgende. We kunnen ook gaan tennissen. Misschien is dat een leuk idee. Of we bellen gewoon even les. Oh nee, er is een nieuwe missie bijgekomen. Ik zie hem. HS op de radar. Dus die kunnen we gaan doen. That's the next mission. Misschien moeten we die wel spelen als iemand anders. Want ik ben nu natuurlijk Michael. Maar misschien moet ik die andere guy zijn. Ik weet niet eens hoe ze heet, to be honest. Nog een beetje een GTA 5 noob. Oké, we zijn thuis, jongens. Mooie auto erbij. Zetten we mooi zo hier neer. Het regent lekker in GTA 5. Vinden jullie het like als je het ook lekker vindt? Als je 's nachts lekker warm in bed ligt en je hoort dan dat het buiten regent. Ik vind dat altijd zo chill iets. Oké, hoe kunnen we saven? Moeten we dan naar onze kamer toe? Ik denk het wel. Ik denk dat we dan naar onze kamer toe moeten. En die is probably hier. Oh nee, dat is onze zoon. Dat was niet de bedoeling. Dat dit onze kamer is. Nee, ook niet. Wacht, waar is onze kamer nu dan? Is dit onze kamer? Ja, dit is onze kamer. Kan ik hier saven? Hier kan ik saven. Let's go. Hebben we dat ook weer gedaan, jongens? Hoeven we ons nergens meer zorgen om te maken. Lekker chillen op bed. Helemaal fantastisch. Nou, bij deze. Zo. We're gonna save the game. We worden weer lekker wakker, jongens en meisjes. In ons mooie pak, die we natuurlijk even gaan uitdoen. Want ik wil namelijk even een andere manier van kleding. Je weet toch, we hebben elke keer dezelfde manier van kleding. Is natuurlijk ook een beetje saai aan het worden op een gegeven moment. Dus let's go, maar we gaan even kijken wat we nog in de kledingkast hebben hangen. Jackets. Maar op zich, die leather jacket vind ik wel mooi. Die vind ik niet verkeerd. Gaan we even terug, wat hebben we nog meer? Glasses. Hebben we glasses? Die hebben we niet. Oh, wow, wow. Ja, swagged up. Open shirts.
Dit ziet eruit als een toerist. Het is je boy Dutch Stuber toerist. Shorts. Dit is ook mooi. Nee, dat hoef ik niet. Oh, dat heb ik toch genomen. Shorts dan. Ja, dit is fantastisch. Zo. Helemaal fresh. Fresh to go. Cool. Dan gaan we even op de radar kijken. Oh, dat kan nu nog niet. Moeten we daarvoor eerst naar buiten. Oké, kunnen we uit het raam klimmen? Dat zou op zich best wel funny zijn. Nee, ik denk niet dat het kan. Nou, maakt niet uit. We hebben gesaved. We hebben een mooie nieuwe outfit. Strak in pak. Eigenlijk niet in pak, maar je weet toch. Strak in een nieuwe outfit. Het is zo leuk om een R zo uit te spreken. Oké, cool. Let's go, man. Volgende missie. What is it? Het is deze. Het is een heist up. We gaan beginnen. Dat betekent de heist voor de mensen die weten is een overval. We gaan daar waarschijnlijk bijeenkomen met alle mensen die meegedoen aan een overval. En dan gaan we de overval voorbereiden. Waarom doet hij ook... Oh ja, hij is natuurlijk een soort van in een midlife crisis, of niet? Die Michael. Dat hij zeg maar niet meer weet wat hij wil met zijn leven. Want hij heeft een dikke auto voor de deur. Deze is natuurlijk gestolen. Maar je weet, in het algemeen heb ik best wel dikke wagens en zo. Mooi huis. Waarom zou je dan in één keer overvallen gaan doen? Je weet, ook een beetje raar. Oké, let's go jongens. We gaan naar de heist up. We gaan de overval bespreken. En we gaan er wat geks van maken, jongens. Let's go. Even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Ik zie allemaal gekke auto's hier. We proberen nu niet te crashen. Waarom is het altijd zo dat als ik zeg dat ik moet proberen niet te crashen, dat ik toch crash? Dat is echt iets wat bij mij past als persoon en zo. Op het moment dat ik zeg dat iets niet moet gebeuren, dan gebeurt het gewoon wel. It's pretty weird, man. Oké, let's go. Oh my god. En ik heb iemand doodgereden, dus juist. Dat legit deze keer niet mijn intentie was. Oké. Nou, helemaal fantastisch. Dan gaan we dus nu rechts en dan gaan we eens even kijken hoe we dit gaan aanpakken, jongens. Let's go. Oké. Oké, rustig. Rustig, we gaan naar de heist up, jongens. Zo grappig, we gaan nu gewoon meeten met een aantal chappies die ons gewoon gaan helpen met het doen van een overval. Gewoon echt alsof je gewoon met een aantal vrienden gaat hangen, maar in plaats daarvan bespreken hoe je een overval gaat doen. Best wel erg als je er zo over nadenkt. Moet ik hier nog rechtdoor? Ja, ik moet hier nog rechtdoor. En dan moet ik hier naar links, denk ik. Ja, zo. En dan moet ik hier weer rechtdoor. Ik vind het altijd best wel lastig, jongens, maar... Oh, ik wil die motor, ik wil die motor, ik wil die motor. Ik moet die motor, ik wil hem niet, ik moet hem. Zo. Dank u wel. Ik weet het niet, jongens, meidjes. Heel veel mensen zouden denken van, oh, je laat één dikke auto staan voor een motor. I know, right? Maar ja, it's the way I roll, bitch. It's the way I roll. Nee, maar waarom ik dat eigenlijk mainly doe, is omdat ik denk dat het handiger is om op een motor te gaan. In plaats van op een, op of in een auto eigenlijk. Op een auto, maar in een auto. Oké, let's go. Kunnen we niet sneller? Nee. Ik wil eigenlijk een shortcut nemen, dat ik er sneller ben, maar dat lijkt me niet echt veilig. Oh, kijk die boomstronk. Waarschijnlijk was die voor ongeluk en al die boomstronk over de weg heen. Kennen jullie de films Final Destination? Daar gebeurt dat ook in. Ik denk niet dat mensen die kennen. Oh, dat was een dom idee. That was a pretty stupid idea. Maakt niet uit. Soms moet je even iets sneller keren. Ik heb niet zo'n benul van de snelheid die ik aanhoud soms. Oké, let's go. Oh, nee. Oké, snel. Kan ik er tussendoor? Ja hoor, let's go. Oké. We zijn er bijna, jongens. Bijna op de plek waar we moeten zijn. Ik tel af van 25 en dan zijn we er. 5. 4. We zijn ook in de buurt van de stripclub trouwens. Wauw. 3. 2. 1. And we are here. Het is hier alleen wel onder. Gaan we dood als we hier naar beneden vallen? Ja, dan gaan we probably dood. Dat wil ik eigenlijk best wel heel erg voorkomen. Tenzij we met een motor naar beneden gaan, denk ik. Kunnen we... Hoe doen we wheelie op die motor? Of kan dat niet? Ik denk niet dat het kan. Maakt niet uit. We zijn naar beneden, jongens. Even om alle problemen te voorkomen. Je weet toch? Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik denk dat ik deze straat wel in kan rijden, zo. En dan zijn we er. Of niet? Waar is het? Wat? Is het team niet langer available? Wat? Maar ik was er net! Het team heeft me genaaid, jongens! Het team heeft me genaaid! Of niet? Ik zie hier ook weer een andere, maar die is geloof ik voor Franklin. Maakt niet uit, de volgende aflevering gaan we weer verder. Uit frustratie ga ik even iemand doodschieten, hoor. Het spijt me. Uit frustratie. Het was je boy, de YouTuber. Politie dacht maar, maak verder niet uit. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. We gaan de volgende aflevering onze overval voorbereiden. Of in ieder geval een andere leuke missie doen. Het was je boy, en tot de volgende keer. En dan zeg ik, adios.